Het is vandaag Internationale Vrouwendag en om dat te vieren mogen vrouwen gratis aanschuiven bij speciale rond de tafelsessies die georganiseerd worden door vakerindemedia.nl. Een super initiatief vind ik zelf, want ik kan het alleen maar toejuichen dat ook vrouwen zich beter zichtbaar gaan maken. En vandaag ben ik bij de workshop Lichaamstaal van Nancy Tromp en zij gaat mij meer vertellen over hoe je impact maakt met je houding. Want een groot deel van onze boodschap wordt bepaald door non-verbale communicatie. En haar stelling is, het gaat er niet om wat je zegt, maar hoe je het zegt. Ik ben Nancy Tromp van 2020 Academy. En ik heb net een workshop gegeven in het kader van de Internationale Vrouwendag. En we hebben het gehad over lichaamstaal. En voor mij is lichaamstaal heel belangrijk, omdat het eerste is wat mensen laten zien over hun echte emoties en hun echte gedachten. Dus op het moment dat je beter wordt in het interpreteren van non-verbale signalen, krijg je ook meer contact en kun je emoties bespreekbaar maken. En daar hebben we vanochtend een begin mee gemaakt met een hele leuke diverse groep. En ik denk dat iedereen wel enthousiast is geworden om deze nieuwe taal, de zichtbare taal zoals ik hem zelf noem, de taal van non-verbale communicatie, om daar meer van te leren. En dat gun ik eigenlijk iedereen, omdat je daardoor een veel beter begrip krijgt van jezelf, maar ook over de ander. Nou, wat leuk is van het leren, een nieuwe groep, een groep vrouwen met één man die ik van tevoren ook nog niet kende, is dat je ook weer de eerste ontmoeting hebt. En met name bij de eerste ontmoeting speelt non-verbale communicatie natuurlijk een hele belangrijke rol. En zeker omdat deze groep zich ook verder wilde presenteren op in de media of tijdens grote presentaties, is het heel erg goed om daar feedback over te krijgen.